vrienden, ook gekeken naar Oranje Zomer. Ja, en ook geërgerd aan die hockeybal. En een Sjaak Brinkman. Ik ken hem niet, ik heb er nooit van gehoord. Schijnt heel veel gehockeyd te hebben. Nou, fijn. En die zit daar ineens aan de tafel bij die Oranje Zomer. Maar hebben we gezien wat daar gebeurde? Ab Osterhaus, die was daar ook de gast. Weet je, je kent hem wel, die viroloog. Die was daar dus ook. En dat beviel die Sjaak niet. En dan moet je opletten, moet je goed kijken wat hij dus zei, die Sjaak, over Ab Osterhaus. Hier, daar komt hij. Ja, ik zeg als het over de zomerspelen gaat en over de sport, laten we de viroloog even thuis laten. Jij wil eigenlijk Sjaak daar wel af eruit gooien. Ja. Ja, je kan ook een keer nee zeggen tegen een programma. Dat je zegt, joh, ik kom het hier niet. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat zegt onze gluipert Gené, die daarmee zit te lachen en ha ha. En daar wordt dus die Ab Osterhaus, die wordt daar een beetje afgezeken en neergezet door die hockeybal. Nou, het is werkelijk zum kotsen. Ja, die Osterhaus, die komt helemaal uit Duitsland gereden, die is daar te gast. En die wordt daar even een beetje door die hockeybal afgeserveerd. Dat is toch werkelijk te gek voor woorden. Maar kijk nog eventjes naar het volgende. Daar bleef het dus niet bij. Ik kan het riedeltje horen wat al die virologen elke keer zeggen. Ik hoef er niet eens een viroloog voor te zijn om datzelfde riedeltje te doen. We moeten oppassen. Het komt weer in de herfst. Gaat het regenen? Dan gaan we weer naar binnen. Ja, ik kan het. Ja, wat hier allemaal zeggen. Zag je dat hoofd van die Osterhaus, die inderdaad niet kan geloven waar die in terecht komt? En dan hoorde je die Gené weer. Ja, wat gebeurt hier allemaal, zeg? Ja, wat gebeurt hier allemaal, Gluipert? Want we gaan eventjes weer terug. We gaan even een paar minuten terug. En dan moet je goed luisteren naar de zogenaamde vraag die Gené stelt aan die Sjaak. Jij verbaast je over de aanwezigheid van de heer Osterhaus, toch? Ik ga hem nog een keer laten horen. Goed luisteren, hè, wat hij hier zegt. Jij verbaast je over de aanwezigheid van de heer Osterhaus, toch? Gené zegt, hey Sjaak, jij verbaast je toch een beetje, hè, over de aanwezigheid van Osterhaus. Dus dit impliceert, en dat maakt zo duidelijk hoe het zit, dat Gené, die wist al van tevoren dat deze hockeybal Osterhaus zou gaan afzeiken. Dat wist hij al. En dat, vrienden, is zo gluiperig en zo verschrikkelijk fout. Gluipert Gené kan het maar niet laten om een gluiper te zijn. Want je gaat dus niet iemand uitnodigen en die laat je dan door een andere gast helemaal met de grond gelijk maken. Het is dat die Osterhaus zoveel stijl heeft dat hij niks terugzegt of wegloopt. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar regel 1. In een talkshow is dat je altijd je gast moet beschermen. Nou, dat is hier het tegendeel gebeurd. Hier is gewoon een opzetje gemaakt met hockeybal. En een hockeybal die kon ongestoord die Osterhaus afzeiken. Terwijl je dus heel veel leuke dingen met die Osterhaus had kunnen doen. Daar jongens bij VI, alsjeblieft. Laat hem praten over Op 1. En laat hem vertellen over de verschillende presentatoren. Die man die heeft daar ongeveer gewoond in Hilversum. Die zat daar elke dag. Of bij Humberto. En laat hem daarover vertellen. En laat hem vertellen, die Osterhaus, dat hij zelf misschien ook wel doodmoe wordt van het virus. Dat kan gewoon bijna niet anders. Maar je gaat toch niet dit soort vervelende opzetjes maken om zo'n man daar door een hockeybal te laten afzeiken. Gadverdamme, wat respectloos. Gluipert, je bent en blijft een gluipert.